In één keer verscheen er op Facebook het idee om zomers kinderen op een eenvoudige manier toch te laten voetballen. Om te beginnen, hoe kwam je op dat idee? Ik heb zelf 2 puberkinderen, zeg maar. En nog een kleintje. Maar die puberkinderen die voetballen heel graag. Ze hebben een buurt-app waarbij ze eigenlijk altijd zeggen wie gaat er mee voetballen. En ik merk dat er frustratie ontstaat zodra er bijna niemand reageert. En ik denk, ja, een zomervakantie zit eraan te komen. Dan is natuurlijk de helft van die appgroep is weg. En als je dit nu al hebt, dan heb je dat in de zomervakantie helemaal. En mijn kinderen zullen niet de enige zijn. Je hebt allemaal veldjes, mooie veldjes in onze gemeente. En je hebt genoeg kinderen die waarschijnlijk thuis zitten en zeggen, hey, met wie kan ik voetballen? En denk ik, nou, hoe simpel kan het zijn om gewoon even een schemaatje te maken en dan inderdaad die kinderen samen te brengen. Ja, schemaatje maken, wie moet het dan doen? Ik heb zelf al bedacht dat 10 uur een goed tijdstip is. Want dan komen ze nog wel enigszins op tijd op bed. En dan hou je toch het structuur. Want structuur voor school verdwijnt natuurlijk. En er zijn ook kinderen waarvoor het echt heel belangrijk is dat die structuur wel blijft. Dus om 10 uur heb je nog wel vakantiegevoel. Maar heb je wel dat ze nog enigszins op tijd uit bed komen. En daarna heb je ook nog genoeg tijd om eventueel andere dingen te ondernemen. En ik dacht gewoon, nou ja, maandag, dinsdag tot met vrijdag. Ik heb vanmorgen overleg gehad met Nijkerk Sportief en Gezond. Zij juichen het idee ook heel erg toe. Ze zeggen wel, ja, we hebben qua uren eigenlijk al, want die doen ook allemaal dingen in de zomervakantie, hebben al best wel onze uren ingedeeld. Dus we moeten even kijken wat we qua begeleiding kunnen bieden. Dat zal niet mega veel zijn, maar dat is ook niet nodig. Maar wat zij wel hebben is, ze hebben net een kaart gemaakt waarbij alle speelplaatsen van de gemeente eigenlijk in kaart zijn gebracht. En dat kunnen ze hier heel mooi aan koppelen, doordat je zegt van, nou ja, weet je wel, maandag paasbos, dat veld. En als je een vaste indeling gewoon maakt, een vast schema, en dat elke week hetzelfde houdt de hele zomervakantie langs, dan weten uiteindelijk de kinderen echt wel, het is nu maandag, kan daar zijn. En zij gaan dat op hun eigen website ook plaatsen. Dus zodra ze daar gaan, ze deze week mee aan de slag. Dus deze week kunnen we al op social media het schema gaan delen en de ouders voorbereiden van kom op, motiveer je kinderen om een partijtje te gaan voetballen. Want je hoeft niet een officiële scheidsrechter te hebben en zo. Het is eigenlijk alleen maar, je hebt kinderen die graag willen voetballen. Je hebt veldjes, alleen de kinderen weten elkaar echt niet allemaal zomaar te vinden. En daar faciliteer je het alleen maar door een schema openbaar te maken. En wanneer is de eerste aftrap? We gaan ervan uit dat dat echt de eerste dag van de vakantie is. En uit mijn hoofd is dat 22 juli. Ben ik zelf op vakantie. Dus je kunt de eerste aftrap niet geven? Nee, dat is wel balen. Ja. Daar had ik heel graag bij willen zijn. Maar ik kan er zelf niet bij zijn, want dan zit ik in de auto richting de Ardennen. Met een tentje en mijn kinderen. Dus ik kan zelf niet bij de aftrap aanwezig zijn. Maar ik weet wel dat als we terugkomen, dan heb ik wel vermoeden dat er erg gebruik van gaat gemaakt worden.